Dames en heren, daar zijn wij weer. Met ingang van vandaag beginnen wij aan een nieuw avontuur. Nadat wij al onze co-op avonturen hebben afgerond, gaan we beginnen aan een game die te boek staat als daadwerkelijk een moeilijke game. Een mogelijke opvolger qua niveau van games in de reeks Myst. Dus ik ben zeer benieuwd. Ik heb pen en papier bij de hand om aantekeningen te maken van deze zogezegd moeilijke game. We gaan ons best doen. En ik heb natuurlijk weer hulptroepen ingeschakeld. Slimme mens. No. Maar ja, die konden we niet. Nee, ik heb niemand gevraagd deze keer. En ze hebben zichzelf aangediend. Hallo Marjolein. Ja. Hallo. Dus we gaan gewoon beginnen. En kijken wat het ons gaat brengen, deze game. Ja, hoe kwamen we hier ook weer op? Waarom kwamen we hier op? We kwamen hier op omdat we door de co-op games heen waren. Weer puzzelgames wilden gaan doen. En ik zei, ik heb deze nog liggen. Oké. En ik heb er nog meer liggen. Dus we gaan hier een avontuur van maken. Ik heb natuurlijk recent Myst gespeeld. Dat klopt. Ja, je weet niet wat je mist. Nou... En ja, wat het dus is bij dit soort games, er zijn geen, volgens mij geen checkpoints of dingen, dus die gaan we maar weer zelf ingelasten. Ja. En dan, ik druk gewoon start new game. Oké. Dan gaan we zien wat er gebeurt, weet je zeker, ja. You can sprint by holding down shift, zie je dat ook? Ja. Nou, mooi. Spannende geluiden. Oh ja, bij de co-op games hebben we natuurlijk allebei ons eigen scherm, dat is nu niet het geval. Dus ik heb nu mijn scherm gedeeld. Met Marjolein en die kijkt mee in real time. Yes. Enge geluid. Hoor je ook enge geluid? Ja. Fancy. Poort. Ik zie een handjes ding. Ja. Letters help you progress in the game. Oké. Okay. Zal ik eens naar het handje gaan? Die geeft licht, maar die doet niks. Staat er iets op? Nee, dat zijn gewoon schoenen. Dat leek zo. Oké. Okay. Ik kan hier... Oh, hierachter staan groene knoppen. Daar kan ik niks mee. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh, hier ligt een letter met een pijl erboven. Welcome. I am Professor William Maythorn. Although I bear responsibility for trapping you in this world, I have no intention of... Die tekening lijkt me relevant. As a matter of fact, you should consider yourself lucky, for I wish to share all my knowledge with you. I will grant you the opportunity to study all of my discoveries and examine my wondrous creations. Eventually, I will require your assistance in an essential matter. You must cooperate with me, for you have no reason or chance to resist. Mm-hmm. Deze man heeft dus... iets ontdekt op dit eiland, wat wij ook moeten gaan ontdekken. Ja. En hij heeft deze tekening achtergelaten, die ik heb nagetekend op mijn blaadje. Maar dat hoeft niet, want je kan ze terugzien. Dat heb ik nu ook gezien. Pressing okay. L. Oké, okay, hoe gaan we terug? Back. Als ik nu L druk, oh ja, dan zien we gewoon die letter. Browse letters. Ja. Several objects can be picked up. Oké, okay, hier is een ding wat we kunnen oprapen. Press Q to open the inventory. Inspect the deck. Oké, okay. Oh, die kunnen we draaien. Dit moeten we ergens in doen uiteindelijk, denk ik. Daar ga ik vanuit. Oké. Okay. Een draaiding. Daar kan ik niks mee. Oh, hier moet dat ding in natuurlijk. Daar. Dus dan moeten we dat ding draaien op de goede wijze. Dus de puntkant, die moet naar binnen. En die punten ook, zag ik dat goed of niet? Niet helemaal volgens mij. Weet ik niet, heel snel. Naar beneden en naar binnen. En die daarnaast moet naar beneden en die andere naar binnen. Oké. Okay. Moet ik even goed houden. Hoe zit hij dan? Hij komt dan... Ik kan hem niet goed draaien. Die moet naar beneden. Linker, die moet naar beneden. Zo. Nee. Ja. Je hebt gelijk. Nee. Oh, hij zit gespiegeld natuurlijk. Andersom, ja. Het wordt nu al moeilijk. Die andere naar beneden. Deze? Die helemaal naar beneden? Die? Ja? Nee, ja, nee.
Dat is moeilijk uit te leggen. Zo. Wat ik... Ja, zo. Zo ja. En dan die andere naar binnen. Zo. Zo ja, ja zo. Dankjewel voor je ruimtelijk inzicht. Wat van vrouwen beter is dan van mannen kennen. Tenzij ze moeten parkeren. Saving game. Oké. Okay. Area discovered, main square. We hebben een map. Maar daar kijk jij nooit naar, hè? Gateway, main square. Oké, molen of een gebouw. Quern betekent molensteen. Ja. Oké. Oh, zo kwamen we erop. Ja, dat ja, ja. Was het. Hier is een hek. Dat was zit mijn droom. Ja, de hek zit op slot. Hier kan ik in. Wat is dit? Niks. Hier is een hek. Hier is een deur. Dat lijkt op dat ding van dat briefje. Dat klopt, alleen heeft ons briefje... Er zitten maar 2 strepen op. En hier zitten 5 strepen op. Ik kan het ding ook alleen naar die boven en beneden doen. Oh, ik zie, zie je wel. Dat is dat ding van de brief. Zo moet ik de binnenste. Nee, dat klopt ook niet. Dit is veel groter dan dit. Er hoort nog iets bij. Ik denk dat het een deel... Ik denk dat dat later komt. Deel. Ja. Oké, laten we eerst even op Discovery gaan. Wat vinden we hier? Een boomstam, daar is een deur, die zit dicht. Hier is een houten deur, daar kan ik helemaal niks mee. Hier is een knop, die kan ik niet indrukken. Hier is een deur waar we doorheen kunnen, dat is een lamp. Hanging platform, hier is een hendel, kunnen we die om? Maar dan hebben we een halve brug, daar is de andere helft. Oké, wat is dit? Daar kan ik ook niks mee. Hier ligt een brief. Ooh, and a fuckle. When I set foot in this island, kijk, hier kunnen we weer wat meer mee. Enthusiastic archaeologist in search for the remains of an ancient civilization, the Dulmar. In manuscripts, they refer to this place as the Forbidden World. They called it Gwan Quernalok. To simplify it, by the right of the explorer, I gave this island a new name, Quern. I soon realized dus het eiland heet Quern, is nu het verhaal. More than an archaeological site, and my interests expanded. To make you understand the extraordinary nature of this island, and to clarify my deeds for you, I left a series of letters around the island. Ja, het, zover waren we al. Hey, maar die brieven samen is dus wat er op die deur moet. Dat vermoed ik ook, ja. Maar dat ben ik nu aan het tekenen op mijn klapblaadje. Oké. Oké, een fakkel. Oké, die kunnen we meenemen. Altijd handig, praktisch, ja. Het zijn wel echt ook van die mist-like geluidjes. Die fakkel, daar kunnen we verder niks mee. Kan die hier in? Nee, ik kan hier echt niks mee. Wat is hier? Is nog een fakkel. Zo'n zelden. Oké, hier is een kist. Zit op slot. Hier kunnen we allemaal niks mee. Hier is een hendel. Met een haak eraan. Ja, halen we daar dan iets mee naar boven? Nee. Nog niet. Ik kan ook de haak selecteren. Nou, dan moeten we waarschijnlijk een emmer of iets vinden. Oké, hier is dan ook niks. Daar is een deur. Nou, laten we even verder lopen. Hier zijn we geweest. Even wat exploren. Deze deur zit dicht. Deze deur zit dicht. Hier is nog een deur. Wat is dit? Ik kan daarop... Er moet iets tussen. Ik kan erop klikken, maar er gebeurt niks. Hier ook. Daar moet... Hier is een hendel in de grond. Zie ik dat goed? Ja. Er moet een staaf in, denk ik. Ja. Die we niet hebben. Hier ligt iets op de grond. Dat is ook niks. Die deur komen vandaan. Hier is nog iets. Wat is dit? Puzzeltje. Maar je kan die steen verschuiven. Hier is een emmer, daar kan ik niks mee. De stenen ook niet. Hier bovenop is hier zoiets. Kan ik die bak mee opschuiven. En dan kan ik van bovenaf die puzzel doen, denk ik. Is dat het? Ik weet het niet. Maar hij schuift niet. Waarom niet? Is hij te zwaar?
Als ik die stenen aan de andere kant gooi, maakt dat een verschil? Denk ik niet. Nee. Nee. We missen hier iets, denk ik. Hier kunnen we verder lopen. Hier is een boomstam. Hier, wat lach je? Nee, hier is een boomstam. Nou, dat is toch zo? Ja, ja, ja. Hier kunnen we ook niks. En dus het enige wat we nu hebben, is die fakkel. Ja. En die deur beneden, daar zijn we net niet heen gelopen. Toen zei je, ja, die deur zit dicht, maar daar zijn we niet geweest. Deze deur. Ja. Of er nog iets is. Daar kan ik ook niet op klikken. Oké. Okay. Kunnen we met de twee tekeningen die we nu hebben al iets doen bij dit? Dat denk ik. Ik denk dat dat samen... Iets doen kunnen we wel, maar daar schieten we niet zo heel veel mee op. Die moet daar, dat weten we. Mm-hmm. Nummer 4. Die zit daar schuin boven. Die moet daar. Mm-hmm. Dan zit baan 3. Die moet 1 boven waar die nu zit. Dan hebben we er wel één in elke rij op dit moment. Nummer 2. Die zit linksboven, als ik het goed heb getekend. Hier. En nummer 1, die zit dan eentje naar rechts. Ik heb ze allemaal net 1 te ver naar rechts gedraaid in het random ronddraaien. Die zit hier. Hey. Lekker. Zij 1. Wat ligt hier allemaal? Een vlamding, een hamer, een kist. Kan open. Hé, hey, een knop. Hé, hey, misschien kan hij in die deur. Misschien kan hij in die deur. Verder is hier een... Hey. Kijk, een boom, een vis. Een de dennenappel vis. Aan een vishaak. En die haak. Misschien moeten we een dennenappel aan die haak hangen. Ja, maar dan moeten we een dennenappel vinden. Verder kunnen we hier helemaal niks. Hier is een dennenboom, een poort. Oké, okay, maar we hebben nu een ronde knop. Misschien kunnen we met die ronde knop die bak kantelen. Is dat een idee? Dat is een idee. In? Ja, ik dacht misschien die deur. Ja. Er zit een zeshoek in. In die deur. Nee, dat is een vijfhoek. Nee, dat is een vijfhoek, ja. Kom hoor. Een zeshoek in, ja. Kijk. Ja. Oh, lekker. Dan kan ik hem helemaal draaien. En, oh, nu moeten we een schuifpuzzel doen. Ja, maar ja. Dan kunnen we die ook draaien. Ja, ik snap het. Ik weet niet waar ik naartoe moet, maar ik denk dat de zwarte naar de andere kant moet. Oké. Okay. Oh, wacht, dit is een ja. Slee. Moet hij daar zijn? Ik heb geen idee. Eens kijken, als hij nu omhoort. Oh, hier moet hij uitkomen, denk ik. Oh, dan kan hij eruit. Ja. Moet hij in het midden? Dus, nee, hij moet daar zitten waar hij nu zit, denk ik. Of nee, echt? In het midden. Je hebt gelijk. Nee, in het midden. Ja, je hebt gelijk. Heel goed, Merlijn. Oh. Free mouse mode, dat is handig. Ik moet even goochelen. Nee. Dit is niet goed. Nee. Denk vooral mee, hè. Ik denk hier niet eens bij na. Ik zou hier ook gewoon schuiven tot ik er ben. Die kleine steentjes naar de beneden, ja. Lekker. Nu ben ik er nog niet. Nee, klopt. Ik wil een doorgang maken. Dus ik moet deze, die overdwars ligt, die moet naar links. Ja. Of daar is wel de uitgang. Is dat zo? Kijk, hier zit een hout en daar zit een kijk eens van de andere kant. Hè?
ben niet overtuigd. Hier, de uitgang zit aan de onderkant. Ja, maar je draait hem toch? Oh ja, ja. Ja. Dus we hadden net gewoon een oplossing en we hebben hem teruggedraaid. Oké. Dan komen we weer niet uit. Dan. God. Ja. En zo komen we er ook niet. Oh mijn god, we hadden hem gewoon. Ja. Die moeten we verplaatsen. Kleine uit de hoek halen. Ja, kan ook. Zo. Ja. Kunnen we hem hier vandaan naar links schuiven? Oké. Okay. Oh. Oh. Wat gebeurt er? Oeh. Kom, nou, trap naar beneden. Oké. Okay. We gaan naar binnen. Hé, hey, hier is de Crystal Lab. Oei, yo. Oké. Ik ga hier even checkpoint maken voor video 1. Ja. Hier ligt ook een boek. Nou, dan hebben we, stap 1 was dan de Main Square, gaan we die noemen. En we hebben het Kristallab bereikt, waar we verder gaan in de volgende video. Oké.